waarom doen politiekers wat ze doen? Waarom zeggen ze wat ze zeggen? Wie vertegenwoordigen ze? Wat motiveert hen om niet te doen wat ze niet doen? Hoe moeten we dat allemaal interpreteren? Hoe moeten we dat begrijpen? Het lukt niet om dat goed te begrijpen, om dat vast te pakken, om te kunnen zeggen van ja, dit is het, voilà, paf, hier is het schema en hier past het in het schema en dat frustreert ons.